Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, kikker in mijn keel. Als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenwol. Het is vandaag vrijdag de 29ste juni. En het is 11:15 en straks komt Astrid weer en ik ben al bezig met het voorbereiden van het eten voor vanavond. Ja, en daar wil ik jullie even van mee laten genieten. Ja, het ene staat al op, want dat was bevroren en dat was nog hard en dat moet eerst gekookt worden. Voordat je uiteindelijk mee gaat bakken. Dus ja. Dat ziet er dacht ik al wel lekker uit. En het ruikt ook lekker. Ha. En ik heb dat al gesneden. Knoflook en ui. Stukjes, ik had nog één plakje ham. Ik denk tenminste zo'n dikke plak. Ik heb gisteren courgette gekregen. Heb ik een schaaltje courgette. En ik heb hier nog... kunnen jullie het lezen? Ik weet het zo niet. Ik zie het zelf niet eens. Ik bedrag er echt niks aan. Nou ja, varkens gehakt, mager, stroganoff. Dus dat is al gekruid en al. En dan wil ik het met rijst gaan doen dit keer. Ja, dit is even heel wat anders, vind ik. Heel tijd geen rijst gehad. En ik denk, ja, nou moet ik maar eens een keer met rijst. Ja toch? En ik ga even een bakje koffie zetten, want ik heb dorst. Ik ben al een tijdje bezig. Dus zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, mijn eten is klaar. Ja, ik zal het jullie, tenminste de rijst moet nog, maar dat is helemaal zomaar klaar, want ik heb van die bijltjes. Maar, dat is klaar. Een pavol staat nou uit, het is helemaal klaar. Dan is het alleen nog vlak voordat we gaan eten, de rijst klaarmaken, tenminste koken. Dan gaat dat er doorheen en ik maak ook meer rijst klaar. Dan kan ik ook weer gedeeld invriezen. Ja, heb ik weer genoeg voorlopig. Even een beetje meer maken dan nodig is. Dan kan je het invriezen. Mocht je eens een keer, zonder dat je het weet, een gast krijgen. Dat het onverwachts gebeurt. Wat ook natuurlijk leuk is. Het in alle tijden eten. Ja. Dus ja, ik ga mijn koffie drinken. Rebecca die is boven bezig, die is nog steeds niet in orde, het arme kind, maar oké, maakt niet uit, ze wordt ook alweer een keertje beter. Er zit een virus opgelopen, ja en dat heb je. Dat ik ga mijn schortje uit doen en ik ga even voor mijn pc hangen, ja. Zo zeggen jullie lieve vrienden, tot later. Hey man. Lekker buiten. Hé, was je lekker buiten? Ja, lieve vrienden, Astrid is alweer weg. We hebben het eten al lang alweer achter de rug. En ik moet de vaat eventjes nog omspoelen en in elkaar zetten. Zodat het morgen weer in de vaatwasser kan. Of misschien straks nog. Ik moet de tuin nog sproeien. Ik moet een zonnescherm dan weer omhoog zien te krijgen en dat vergt ook veel energie van mij. Net zo min als de slang weer oprollen als ik de tuin gesproeid heb, ja. Maar oké, ik had net ook een paar telefoontjes nog tussendoor, dus moest ik ook even afhandelen. Ik ga nou eerst even de afwas omspoelen en in elkaar zetten. En dan ga ik de tuin doen. Tenminste eerst zonnescherm omhoog en dan de tuin doen. Dat uiteraard zal ik jullie dat wel weer even laten zien. Tot straks. Ja, het is weer gedaan. Oh, ik ben toch nog wat vergeten. Dat zijn de drie op de tafel. Maar ja, dan kan ik mijn handgiet eraf. Ja, ik zit nu even te pauzeren. En dan zal ik dat ding eens een keertje weer op zien te krijgen met draaien. En dat gaat in het begin wel nogal soepel, maar hoe verder je komt gaat het ook zo zwaar. Maar het is in ieder geval weer lekker fris.
Alles heb verder water gehad. Op die drie. Nou, hé, hey, kerel. Was jij er ook? Hé, hey, man. Hé, hey, liefie, hè? Hij is lief, hè, man. Ja. Maar in ieder geval, ik ben blij dat dat er weer op zit. En dan is denk ik dat die drie nog even water geven met een handgieter. En dan hou ik het voor gezien voor vandaag. Ja. En dan moet ik nog even een kamerplantje doen. Ik kan ook trouwens tevens buiten. Dat is deze. Dat vind ik ook een schatje, een roze roosje. Nee, dat doe ik gewoon eventjes hier ook. En dan pak ik het gietertje van mijn man even. Dat is eigenlijk een kindergietertje. Maar als hij binnen in huis al begon te kweken, vond hij dat wel makkelijk. Dus dat ook Lafhart op. Ja. Zijn nickname is dat. Was zijn nickname. Nou heb ik hem erbij. Ja, dat moet toch wel even gedaan worden, hè? Even weer water erbij. Hosje dikkie. Zo, het steekt ook onder. Het zijn roosjes, hè? Hola. Zo, klaar. Gelijk genoeg. En die gelijk in de pot met die water. En dan kan die zo daarvan drinken. Toch of niet dan? Vind ik van wel. Is daar ook gek op die televisie? Ik heb daarvoor op 4 gezet. Nederland 3 was wel gek met de voetbal. Want ik hou totaal niet van voetbal. Nee. De televisie komt er ook niet op. Absoluut niet. Van wie dan ook. Al zou er iemand hier komen op bezoek en hij wil voetballen kijken, had hij thuis moeten blijven. Simpel. Komt bij mij er niet op. Nee. Geen ene enkel sport trouwens hoor. Ja, wat ik wel leuk vind, dat is tenminste zo nu en dan, schaatsen. Maar wat ik dan heb, dan heet het witte van het ijs, en dat kan soms heel erg wit zijn, zodanig wit dat je daar hoofdpijn van kan krijgen. Dat is te scherp in je ogen. Zo hou ik ook van hoe heet dat ook weer? Met de skiën van zo'n helling af. En dan zo ver mogelijk terecht zien te komen. En dan vind ik ook kunstschaatsen vind ik mooi. Kunstzwemmen, dat dansen in het water. Het heeft allemaal een speciale naam, maar ik weet het allemaal niet. Maar dat vind ik ook allemaal wel mooi. Maar dat waar zo'n voetbal, daar komt geweld bij. En dat gegeel en dat achterlijke gedoe van de mensen eromheen en dan ook nog drank erbij zodanig dat het agressiviteit wordt opgewekt. Nee, moet verboden worden. Ja, voetballen kan wel door blijven gaan, maar geen alcohol. Nee, dat moet dan verboden worden, want daar krijg je juist die dikke ellende van. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele fijne avond verder. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik spreek jullie later op de avond wel even om wel rust te wensen. Dat ik zeg voor nu een liefdevolle avond. Tot straks. Zit jij daar, mooi dametje? Ja, en mijn hondje daar, die heeft weer ontiegelijk veel pijn aan zijn rechteroor. Hij had er net gehuild op de mat. Ik heb hem geprobeerd te behandelen. En dat lukte allemaal niet en dat ging tekeer. Ja, het is wel gelukt, maar het was maar een beetje wat ik kon helpen, want hij vocht gewoon tegen. En ja, ik hoop toch dat ik een rustige nachtje krijg met hem. Want hij is maar aan het schudden met zijn kopje, zoals jullie wel zien. Ik heb gewoon met hem te doen. Hé, kerel. Wat voor dikkie. Hé? Ja, hij weet gewoon niet waar hij het zoeken moet. Dat was er maar iemand die mij beter kon helpen. Ja. Hé, kereltje.
Is er niet ergens een dierenarts die mij wil helpen? Ja, de dierenartsen zijn allemaal zo ontiegelijk duur, daar heb ik het geld niet voor. Zo erg duur zijn ze. Dat als er nou iemand is die mij wil helpen. Dit kan toch zo niet, lieve mensen. Dat vind ik zo erg. Maar ja, oké. Daar is mijn andere poesjebeestje. Hè, ons prinsesje. Maar ik ga weer sluiten. Ja, ja, want het is alles even kijken. Bijna 2:10. En wat zegt de pc? Ja, 1:49. Dus ja, ik ga kappen met de handel. En ik zeg wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.